Bam. Hallo, good morning. Het is dinsdag vandaag en het is heel erg vroeg. Het is 6 uur, dus niet hard praten. Misschien maak ik dan mensen wakker die boven liggen te slapen, I don't know. In ieder geval, ik ben vast even een babje aan het maken. Havermout is op, dus ik ga voor Brinta vandaag. En vandaag gaan we heel gezellig, vanmiddag, gaan we naar een huisje. Dat is het huisje van mijn oom, die in Brazilië woont. En die is inmiddels terug naar Brazilië, maar die heeft dat huisje verhuurd. Alleen die mensen gaan er pas volgende week in, dus wij mogen er nu een paar dagjes in. Dus het wordt super gezellig. Heel veel zin in. We gaan daar 2 nachtjes slapen als het goed is. Oh ja, en het is de wisseldag van Moeders voor Moeders. Dus ik moet zo de kratten buiten zetten. Oh, een taartje. Hoe lang is dat geleden dat we taart hebben gegeten, joh? Heel lang. Ja. Dat was het jaar. In mei. Jola die gaat skileren. Jola, maar dit is maat 38. Dat past je toch helemaal niet? Ja, maar ik kan het echt hoor. Ja? Ja. Nou, ik ben benieuwd hoe lang je weg blijft. Anders kan je ze ook meenemen naar Maarsen. Ja, ga ik doen. Weet je wat zo grappig is? Gisteren stond ik bij de H&M de kleding af te rekenen van de zwangerschapsbroeken. Misschien heb je het wel gezien. En toen was ik met Jola in gesprek en Jola die wilde iets hebben. Maar ze had bij de Action had ze ook al een paar dingetjes gekregen. Dus ik zei gewoon, nee schat, dat mag je niet. En toen liep ze weg en toen hing ze het gewoon terug. En toen kwam ze weer teruglopen. En toen stond ze lekker naast me. En toen zei ik zo, joh, je bent lief. En toen deed ik zo op de neusje, lieverd, lieverd. En die vrouw, die kassa juffrouw. Die keek ons aan en die zei, dit hoor ik nou echt nooit meer en helemaal niet in het einde van de vakantie. Dus toen zat ik te denken, toen dacht ik, ja inderdaad, je hoort echt bijna alleen maar schreeuwende kinderen en schreeuwende ouders om je heen. En het is ook wel heel begrijpelijk hoor, want de vakantie is echt op een gegeven moment, dan komt het echt wel je neus uit dat je gewoon geen regelmatig ritme hebt en dat je kinderen de hele tijd om je heen hangen. En ik heb er natuurlijk maar 1. Maar ik ben de laatste tijd gewoon alleen maar nog veel meer en hechter naar Jola toegegroeid dan ooit. Ik heb dat altijd wanneer ik veel alleen met haar ben of alleen met haar en met Bart. En ja, natuurlijk ook door de vakanties. Maar nu helemaal doordat ik zwanger ben en doordat ze er zo erg in meeleeft en helemaal in meegaat. We hebben gewoon een hele sterke emotionele band op dit moment. Dus toen ik vanochtend wakker werd om 5 uur, toen heb ik me ook echt... heel erg zorgen lopen maken en lopen piekeren weer over dat wij binnenkort een weekje naar Ibiza gaan. En dat zij dan weer op school is en dat zij dan bij de vader moet zijn. En ja, dat is op zich oké, maar wij missen elkaar dan echt heel erg. En ik weet ook dat ze mij heel erg mist, of ons. Ja, dus daar ga ik het wel denk ik echt moeilijk mee hebben. Terwijl normaal kon ik echt genieten van mijn vrijheid af en toe, maar de laatste tijd mis ik er echt. Al zie ik er al 1-2 dagen niet. Maar goed, we hebben inmiddels dus een leuke huis gevonden in Ibiza. Dus die zal ik nog even laten zien binnenkort. Op Airbnb hebben we die geboekt. Echt superleuk. Ik hou meer van jou dan... Ik hou meer van je dan het hele hal. Hele hal? Dan, dan deze hele hal op de gang? Nee. Oh. Het hele hal. Oh, het hele hal. Het hele hal. Heelal. Het heelal. Ja. Ik hou meer van jou dan het heelal. Ja. Ja. Love you, puff you. Love you forever and ever and always. And ever and ever and always. Tot zo. Yes. Oh, zit dat slot nog op onze fietsen? Nee. Okay. Love you forever and ever and always. And ever and ever and always. Later. Later. Kijk, zo gaat dat dus. Jola gaat nu 5 tot 10 minuten weg. Zo zit dus de zwangerschapsbroek die ik gisteren heb gekocht. Schattig hè? Kijk, ik kon dus nog wel broeken aan, maar dan zat het hier gewoon heel strak. En dat vond ik niet echt oké voelen. Vandaar. Hallo. Zo, het is een lekker weertje. We zijn onder de way naar het huisje in Maarsen. Ik ben echt moe.
Daarom lig ik helemaal naar achter. En ze heeft gewoon al geslapen, hè, vanmiddag. Ja, een half dat uurtje. Was 10 minuten. Half uurtje. 10 minuten. Half uurtje. Half uur. 10 minuten. 2 tegen 1. Jacksje. Mag ik gaan steppen? Ja. Ga de buurt maar verkennen. Dit is ons huisje voor de komende 2 daagjes. Wat is dat? Dat zijn... Oh, falafel met hummus couscous. Oh. Speciaal voor jullie. Wat lekker. Nou, we gaan zo weer even wat eten voorbereiden. En Jola heeft alweer een vriendinnetje gevonden hier. Nou, wat gezellig. Jee, Bart gaat weer boekweitpannenkoeken bakken. Maar lekker. Zou het goed bevallen vorige keer? Bart kijkt terwijl hij kookt naar Elon Musk zeker. Goh. Hoe raad ik dat zo? Dit is maar wel overheerlijk gestandig, hè? Kan jij een paar borden pakken, Kat? Ja. Doe je ook eens wat? Is goed. Ik wil helpen! Ja, pak maar. Hier, Jola, daar liggen de borden. Zullen we de tafel dekken hier of willen jullie bij de tv eten? Tafel. Oké. Bart is de vlog van vandaag aan het kijken. Het moet ook gebeuren. Oh, heerlijk. Slofjes aan. Heerlijk hoor. Chill. Koen is al helemaal in slaap gevallen op de bank. Maar nog even vergeten dat ik nog even gedag moest zeggen. We liggen hier heerlijk knus. Echt. Super schattig. We gaan Jola even verplaatsen. Want die ligt nu in ons bed. Dus die gaan we even in een ander bed leggen. Lexi en Jola allebei in bed. Welterusten, schatjes. Welterusten.